leven van Vincent van Gogh in een panoramaschilderij van 90 meter werd zondag officieel gepresenteerd aan het publiek bij het Van Gogh-kerkje in Nuenen. De opkomst was enorm. Vele bezoekers namen een kijkje bij de werken van de amateurkunstenaars. Het loopt gewoon storm. We lopen over de koppen als je van het panoramaschilderij naar het park loopt. Het is één mensenmassa. En men loopt te genieten, men loopt te praten. Ik zie iedereen met de gele boekjes lopen. En daar hebben 51 schilders aan gewerkt. En hier hebben we 3 maanden aan gewerkt. En hier hebben we het voor gedaan. Als hij hier zou zijn en hij zou zijn eigen schilderij terugzien, ik denk dat hij erg blij zou zijn dat men er dit van heeft kunnen maken. Want het is heel Van Gogh eigen wat hier gemaakt is. Het is een hele leuke impressie van waar Van Gogh zoal gewoond en gewerkt heeft. Heeft u nog mooie dingen gezien die u echt geraakt hebben? Er zijn ongelooflijk knappe dingen. Met name de inzet hier in het rood van Van Gogh zelf, zelfportret. Maar alle zelfportretten zijn natuurlijk veruit het moeilijkst. En als die dus meteen herkenbaar zijn, dan spreekt een kunstenaar daar helemaal uit.